met God. Weer een heel leeg balletje. Van der Sar staat helemaal verkeerd. Die gaat erin. En Sayas. Wat had Van der Sar daar te doen? Die had rustig in zijn goal kunnen blijven met 2-3 Ajax hier achterin. En Harvey en Sayas scoort. En brengt de stand op 0-2. Hey, waar ga je? Hey! Goal! Ik was een bikkelharde verdediger met een goede inspeelpaas. Ja, dit waren wel echt mijn kenmerken. Ik had een goede inspeelpaas. Ik was hard in de verdediging. En ja, ik was wel een doorzetter. Ik was wel een doorzetter. Een teamspeler. Ja? Linksbenig. Je stond links in het centrum of links in de zijkant. Of voor de verdediging. Oké, okay. Als ik hem zelf moet omschrijven. Het is gewoon een type was ik. Het heeft wel heel veel moeite gekost om hem zo ver te krijgen, hoor. Hij was een rebel. Hij was vreselijk ondeugend. En hij luisterde naar niemand. Ik was de enige die hem aankon. Ja, maar met een stok, hè? Met een stok. Stokslagen. Ja, wat wil je horen? Hoe lief ik was. Ik was een jongen met gebruiksaanwijzingen. En de enige die de overhand had, was moeder. Moeder was streng, duidelijk. En waar we heel dankbaar voor zijn, is dat ze ons altijd wel de juiste richting heeft willen geven. En ze heeft nooit opgegeven in de strijd met ons. Nou, ik stond er alleen voor. En hij was een onhandelbaar kind. Hij zat ook op een speciale school, hoor. Hij was echt onhandelbaar. Twee schoenen uit. Handjes was. Ik heb een jas. Nee, je hebt het wel voor jou. Hij legt hem ook echt terug. Kijk hier. Tak. En ik raak hem in mijn scheen. Ik raak hem niet eens goed. Maar het moest zo zijn. Drie Ajax hier achterin. En Harvey en Sayas scoort. En brengt de stand op 0. 18 jaar ben ik daar, zeg. In de 17e minuut. En toen staat mijn oom erbij. Hij was van Ajax. Ja, hij was van Ajax. Hij was van Ajax. Dus Harvey scoorde. Van Feyenoord. Dus mijn oom tussen al die Ajax-zieden. Hij was ook Ajax-zieden. Dus ze keken hem echt zo raar aan van... Waarom jij je van Feyenoord? Ja, maar ook mijn Ajax-vrienden, supporters... Die hebben me ook gefeliciteerd met mijn goal, maar me ook gezegd, doe het nooit meer. Weet je, ik ben wel een jongen uit de buurt, maar je speelt voor de aartsvijand. Eerste debutant die heeft gescoord in de klassieker. Dat zeg je... Altijd, zeg jij dat? Goed geprogrammeerd. Ja. Goed geïnstrueerd, goed zo, zoon. Goed, goed. Maar je vertelde dat voetbal eigenlijk jouw redding was, anders... Want je had allerlei... Criminele activiteiten. Ze helpt je wel, hoor. Hey. Ik was jong en ondeugend. Ik had veel vrienden die eigenlijk in het milieu zaten, om het zo te zeggen. En dat was constant de strijd met mijn moeder in huis. Het wijst me je vrienden en ik weet wie je bent. En ja, inderdaad, voetbal... was voor mij een uitweg. Ik had talent in mijn benen. Zij hadden talent in andere dingen. Als je kijkt naar de jongens met wie ik ben opgegroeid... kan ik wel zeker 15, 16 namen opnoemen van jongens die... die nu niet meer in leven zijn. Maar hoe is zijn voetbalcarrière gelopen? Slecht. Ja, toch? Hij is eruit getrapt. Bij Ajax. Dit is jeugd. Jeugd. Ja, maar de rest ging echt niet... Ging niet zo geweldig. Nee. Dus, we hebben veel meegemaakt, ja. Overal had ik wel gezaaid. Overal had hij wat. Elke club had hij wat. Dus het is nooit echt... Ik had een vrij moeilijk karakter. Ik heb geen ontzag voor het gezag. Heb ik met de laatste jaren is uitgekomen, heb ik nooit gehad. En ik ben nooit een ja-knikker geweest. Dus daar waar iedereen naar links ging, wist je zeker dat ik naar rechts zou gaan. Heeft hij de top bereikt?
Nee. Heb je voor jezelf de top bereikt? Ik heb niet de top bereikt, maar ik heb wel een stijl afgesloten. Oh, die Milaan. Ja, maar dat is het allerhoogste van het allerhoogste. Dus uiteindelijk heb ik de wereld toch kunnen laten zien dat ik mee kon komen met de absolute top. Maar ik heb niet de absolute top gehaald. Het is goed. Het is goed zoals het is. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wat betekent het? Nee, dat is inshallah. Ja. Alhamdulillah, is alle lof is voor onze Heer. Assalamu alaikum. Als mens ben ik doorgegroeid in mijn ontwikkeling. Sinds ik me terug ben gekeerd naar de islam, heb ik rust, sereniteit gevonden en balans in mijn leven. En daar was ik naar op zoek. En in de islam heb ik dat gevonden. Goedemiddag. Het is teamwerk, hè? Zoek elkaar aan waar je beter in bent. Toch, Mohammed? Zeker weten. Harvey, heet je naam Mohammed? Ja, mijn islamitische naam is Mohammed. Waarom heb ik voor de naam Mohammed gekozen? Mohammed betekent de meest geprezene en is de naam van de profeet. En hier ben ik, Mohammed Surinami. Mohammed de Surinamer ben ik. Want je hebt natuurlijk een Marokkaanse Mohammed, ik ben de Surinaamse Mohammed. Mohammed. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Sami'a Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ik voel me alhamdulillah. Ik heb me aan mijn verplichte gebed gehouden. Ik heb met Allah kunnen praten. Ik heb Allah kunnen aanbidden en kunnen verheerlijken. En ik heb weer een berusting gevonden. Dank jullie wel voor alles, broeders. Laat me van je weten. Shukran, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Als ik hem hoor spreken, dan klinkt het echt... Ik ben nog steeds je zoon, hoor. Ja. Denk ik. Denk ze. Maar hij heet ook Mohammed. Hij heet Harvey. Moet hij heeft hem Harvey genoemd. Ja. Ik heb hem Harvey genoemd, Harvey gedoopt, dus ik ken hem als Harvey. Toch is hij Mohammed geworden. En toch is hij Harvey gebleven. Pak de bal af. Passeer hem. Goed. Alleen de bal, alleen de bal. Bij hem zie je dat hij is voetballertje, weet je? Je ziet aan hoe hij beweegt. Klopt. Maar bij zijn grote broer zie je van er zit iets verstopt daar zo. Maar door het voetballen zie je dat die drive in hem loskomt. Oh ja? Dus dat vind ik dan weer leuk om te constateren van, hé, er zit iets achter, weet je? Maar is dit zijn sport wel? Gif. Want wat vindt hij leuk? Ja, er zit venijn in, er zit gif in. Hij wil niet verliezen. Ja, dat is al een goede eigenschap als je wil sporten. Ja. Alleen technisch moet hij nog wat... Maar blijf rennen. Ik moet me weer denken toen ik klaar was. Blijf rennen. Help hem dan, Oranje. Blijf rennen. Kijk, blijf rennen. Wie staat er? Wie helpt hem dan? Wie helpt hem dan? Goeie pas. Scoren, scoren! Ik zie je. Ja. Nog die. Hij moet nog twee keer. Jammer. Passie voor sport. Goeie goal, jongen. Ga door. Scoren. Lekker, jongen. Lekker.
En uiteindelijk de beste trainer die je ooit hebt gehad in je leven als voetballer, of welke sport dan ook, is niet de trainer die je tactisch en technisch dingen heeft bijgebracht, maar die je spelvreugde en je motiveerde. Dat is de trainer die blijft hangen in je levensherinnering. Technisch, tactische, dat komt bij topsporters pas. Kom dat pas kijken. Winnende dus als je een topsporter vraagt van wat wil je doen tijdens de training, die wil dit. Maar deze jongens niet. Die willen gewoon lekker achter een bal aan rennen. En gewoon plezier hebben. Lekker weer zien. Lekker, goal! Nee, eigen doelpunt. Die was 18 jaar oud. Je ziet het kopje, hè? Je ziet, niet makkelijk. Dit is bij Feyenoord. Dit is Feyenoord, ja. Wat is jouw voetbalcarrière? Bart Burgia, Buitenveldert, Ajax, Anderlecht, Feyenoord, Cambuur, Groningen, Dordrecht, Real Madrid, Mostoles, Toledo, Zamora, AC Milan en Lecco. Daar heb ik allemaal gespeeld. Hier met Clarice en Edgar. Dit was een wedstrijd voor de Laureus Foundation. Een vriendenteam van Clarice tegen Real Madrid. Torino heb ik heel lang meegetraind. Eigenlijk tot het einde van het seizoen. En Torino ging ook failliet, degradeerde twee divisies. Dus ja, er was geen budget voor. En toen besloot ik eigenlijk te stoppen met voetbal. En toen ben ik, creatief zoals ik ben, een beetje ondernemer geweest. Ik heb van alles gedaan om me bezig te houden. Wat heb je gedaan? Ik heb met een vriend destijds heb ik meegeholpen op een rondreizend circus met opbouwen en afbouwen en achter de bar staan. Ik heb een antiekzaak geopend. Ik heb een discotheek gehad daar zo. En toen kwam ik een beetje in het wikken en wegen van wat voor keus ga je nu maken in je leven. Ik was jong, ik werd net vader. En verleidingen waren heel groot. Maar ik las ergens ook dat het een bordenwasser of niet? Ja, zo noemden ze mij in Italië. Waarom? Omdat ik een discotheek dus heb gehad. En zij hebben dat geïnterpreteerd als een bordenwasser. Dus ze wilden mijn zoon naar beneden halen van een bordenwasser. En toen was eigenlijk de enige vriend die mij hulp aanbood was destijds, was Clemens Seedorf. Die zei, stap in het vliegtuig, niet stoppen met voetballen, anders ga je de verkeerde kant op. Salam, salam. Zo, Claire. De million dollar question. Wat voor voetballer was Harvey? Nou ja, hij was voor mij de nieuwe Rijker. Ja, als ik technisch moet gaan praten over hem, natuurlijk. Hij was Harvey, hij was nog geen Rijker. Maar hij was potentieel vanuit die positie. Zo zag ik hem toen ik... En ik praat nu over hem toen ik in de jeugd zat en hem zag spelen. Nee, wat ik denk wat wij gemeen hebben met ons is dat we are both curious. We houden van nieuwe dingen, nieuwe uitdagingen, maar we houden van mensen, we houden van de wereld. En we hebben een missie waar je eigenlijk nooit van bent afgeweken. En ik denk dat dat jou uiteindelijk op de juiste pad heeft gehouden. Ja. Ondanks alle dingen. En misschien was je niet bewust van toen we nog bij Ajax speelden, toen ik bij Feyenoord speelde, er waren zoveel andere dingen die gaande waren, maar ik weet wel zeker dat vanaf die Milan-tijd, zeg maar, die periode, en ook van Spanje waarschijnlijk, dat we lange nachten over dingen spraken en zo, dat die missie, je levensmissie, zeg maar, jou constant dichter heeft gebracht bij jezelf. Weet je wel? And everything happens for a reason. Zeker weten. Amen. Alhamdulillah. Toen we op Milanello aankwamen, Clarice en ik. En ik zei, ik wilde weer voetballen. Toen zei Clarice tegen de trainer, ik heb een verdediger voor je. Maar hij telt voor twee. En ik was zo dik. Dus dat was gewoon een geintje. En toen vroeg de trainer naar mijn verhaal. Van wie is dat? Wie is hij? Wat is zijn verhaal? Want dat is Ancelotti. Dat is de kracht van wat je nu nog steeds bij hem terugziet als trainer. People's management. Hij is een trainer die achter het verhaal gaat zitten. Making the impossible possible. Dus ik heb het onmogelijke mogelijk gemaakt. Vanuit 130 kilo bij de absolute top. Afgetraind raken naar 88. En speelminuten hebben gemaakt. Voor jou zijn het maar 6 minuten. Maar de weg naar die 6 minuten toe. Op dieet.
gaan wandelen, havermout eten, op tijd slapen, alleen maar water drinken. 60 gram pasta mogen eten en met 30 gram tomatensaus. Met 150 gram kipfilet. Helemaal aan het schema haak. Leek wel een paard, joh, Mr. Ed. Helemaal paardenvoedsel. Ik kreeg 's ochtends een bord eiwit met groenten er doorheen. Een havermout met een banaan er doorheen. Na een maand ben je er wel klaar mee, hoor. En gewoon maandenlang. Maandenlang. Dat is hem. Goeie oude dagen. Stuk jonger en stuk lichter. Dus dat is wel een leuke herinnering. Dit was mijn shirtnummer. Ik was toen ook 30 jaar oud destijds. Dus ik koos ook voor nummer 30. Vond ik wel heel symbolisch. De kans die Mila mij gaf, is een kinderdroom. Ieder kind droomt om op het allerhoogste niveau te mogen acteren. En Milan bood mij die kans. En die heb ik met beide handen aangegrepen. Ook al is het maar 6 minuten? Ja, ook al is het maar 6 minuten. Het is de reis er naartoe. Het zijn niet eens die 6 minuten. Want om die 6 minuten te krijgen, moet je, heb ik zeker, even kijken, 5 uur per dag moeten trainen. 9 maanden lang. Het zal bij die legendarische 6 minuten blijven. Wat rest zijn de fantastische herinneringen. En waarom ben je toen daarna gestopt? Mijn plezier was weg. Ik had al bereikt wat ik moest bereiken. Na 4 jaar niet voetballen, heb ik mijn sprookjesboek in stijl afgesloten. Ik heb de wereld laten zien. Harvey is er nog en Harvey kan mee. Hoe zeggen ze? Mic drop en I'm out. En toen heb ik de knoop doorgehakt van oké. Ik ga terug naar Nederland, maar wat ga ik doen als ik terug ben in Nederland? En toen, in die fase, waren heel veel jeugdvrienden van mij die het criminele pad op waren geraakt. Werden geliquideerd in die tijd, heel veel. Dus toen had ik het idee van, ik ga een stichting oprichten om overlastgevende jongeren te reduceren door middel van sport. Daar zat dus mijn talent, mijn inzetten voor de medemens. Niet in het voetbal. Voetbal was leuk. Weet je, was een hobby, wat uiteindelijk mijn beroep is geworden, omdat ik dus het talent had. Ik heb er mijn geld mee mogen verdienen. Het was een hartstikke leuke tijd. Ik heb alle ups en downs van het voetballen gezien, geproefd, gesmaakt, geplast, gepopt. Alles meegemaakt. Weet je, van het allerbeste naar het allerslechtste. Ertussenin. Ik ken die hele trap van het voetballen. En voetballerij is heel oppervlakkig. Goedemiddag iedereen en welkom. We gaan er een leuke dag van maken. Ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. Hebben jullie er zin in? Ja! Goed zo! Hou aan de klappen! Loop! 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 Hou het niet van op! Goed zo! Ho! Ik ben te oud voor dit. Ik ben te oud hiervoor. Het gaat om de kinderen. Niet om die oude manier zo. Wat hebben deze kinderen, weet je dat? De meeste zijn autistisch, ADHD, dyslexisch. Dyslexisch komt heel vaak voor, maar van het buitenkantje zie je niks. Voetbal is hier, boksen is daar. Waar wil jij naartoe? Springkussen is daar. Ga maar naar springkussen. Wat wil jij? Boksen is daar, met die meneer achterin is boksen. Bal omhoog. Ho! Passen, passen, passen. Ja. Zonder vaste keeper, hè? Geen vaste keeper. 1-1. Iedereen kiest mannetje uit. Goal! Hoe heet je? Ivina. Mooie goal, Ivina. Ze kan heel goed voetballen, alleen wat zei ik net tegen, wat viel me op bij je? Af en toe moet je die bal ook? Pasen. Juist, want alleen op het veld, wat moeilijk hè? Goal! Let op jongens, meisjes, opletten. Heel goed. Oké, nu gooien we rechts een stoot erachter. Dus links, rechts. Ga door, om en om.
Juist. Dat is goed zo. Wij zijn een iSport Special en wij helpen iedereen die ons om hulp vraagt. En wij leveren gewoon maatwerk op. Dus wij willen dat Deb zelf redzaam wordt, weerbaar wordt, naar buiten durft. En de strijd aangaat tegen de agorafobie. De agorafobie is pleinvrees dat je niet naar buiten durft. En de hulpvraag was of wij weerbaarheidstraining konden aanbieden, 1-op-1. Deb is een transgender. Die dus met zichzelf overhoop ligt en heel veel agressie in zich heeft. Kijk, ik heb precies van, nog een keer. Oké. Wij zijn nu 4 maanden bezig. En Deb zit volgens mij al in het traject, al 2 jaar volgens mij zit Deb al in het traject. En wij zijn door de GGZ benaderd of wij daarin konden ondersteunen. Combinaties. Dit is waar het om gaat in het leven. Doe wat voor een ander. En als die ander daar beter van wordt, dan hoef jij er niks voor terug. Maar dan heb je je werk gedaan. Die beloning krijgen we straks van Allah. Zo staan wij in het leven. Waanakum, 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 waanakum. Maliki nasi, ilahi nasi. En dat betekent? De koning van de mensen en de god van de mensen. En wat vind je van dat hij nu Mohammed is geworden? Fauna. Dat hij moslim is geworden? Fauna. Ja. Dat vind ik mooi. Fauna. Allah leidt iedereen wie hij wil, die geleid moet worden. Maar het is voor hem, voor elke bekeerling is het natuurlijk iets heel, heel apart. Hij heeft natuurlijk een mooie voetbalcarrière gemaakt. En daarnaast heeft hij heel veel dingen meegemaakt. Wat toch ertoe heeft geleid dat hij Allah eigenlijk op zijn manier heeft gevonden. En dat hij tot de islam is gekomen. Alhamdulillah. Voor een bekeerling is het eigenlijk een hele weg daar naartoe. En ik heb altijd heel veel respect voor zulke mensen. Als bekeerling is het best wel een uitdaging. En zijn de islamitische feestdagen voor ons, ja, voor ons beiden, want onze familieleden vieren dat niet met ons. Dus we hebben wel wat mensen om ons heen, wat inmiddels onze familie is geworden. Ja. En daarmee doe je dan echt de islamitische dingen samen. Hoe was het voor jou om dat proces met de mensen om je heen, dat je moslim bent geworden. Hoe was dat? Het proces toen ik zelf realiseerde dat dit het was voor mij, ben ik eerst naar mijn moeder gegaan. En ik heb mijn moeder uitgelegd. Ja, je weet hoe het werkt. Ik ben eerst naar mijn moeder gegaan. Mijn moeder maakte gewoon een tjuri voor me, gewoon van die moslimfamilie van je. Je ging altijd al met die mokkers om. Weet je, dus die accepteerden het eigenlijk gewoon. Weet je, en mijn omgeving heeft me echt zien veranderen, zien groeien, zien ontwikkelen. Een paar mensen heb ik af moeten stoten daardoor. Want ja, je maakt keuzes in het leven. En wat je net al aangaf, ik ben voor mezelf gaan kiezen. Dus dan valt een groep valt weg. Want ja, die heeft gewoon niks toe te voegen en trek je alleen maar naar beneden. En het was eigenlijk een van de beste keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven. En hoe ervaar jij het, die verandering? Ik heb hetzelfde gedaan. Ik ben eerst naar mijn ouders gegaan. Ja. Dat waren de enige personen waarvan ik die blessing wilde hebben eigenlijk. Ja. Omdat, zijn je ouders. Ja. Daar is alles begonnen. Ja. Dus, en hetzelfde reactie in principe. Mijn vader zei, jongen, je bent oud genoeg om je keuzes te maken. Zet je keuzes te maken. Ja, en ik weet het genoeg. Over wat er allemaal heeft gespeeld in je leven. Dus ja, wanneer je ondanks dat inner peace kan vinden, dan zeggen we petje af. En, alhamdulillah. En zorgen dat je dat mee kan geven aan anderen wat je hebt geleerd in je leven. Weet je. Ja. Daar gaat het uiteindelijk weer. Allahu Akbar.
man. Wat? Allah, wat, wat. Zo, bismillahirrahmanirrahim. Zijn we dankbaar voor alles. Alles. We kunnen onze zegen dingen niet tellen. En Allah is zichzelf genoeg. Voor even geprezen boven alles. Geen mensen met hem vergelijken. Alles doet het nog. NTR. Speciaal voor iedereen.